Hele goede avond. Welkom bij een nieuwe vlog. Waarschijnlijk plak ik deze vlog aan de vorige vast. Want ik heb vandaag gewoon niet zo goed gevlogd. Het is zaterdagavond. En wij vertrekken zo eigenlijk binnen een paar uur richting Schiphol om op vakantie te gaan. Daar hebben we echt heel veel zin in. We gaan eerst zo naar Honey toe. Daar gaan we onze katjes afzetten. En daarna gaan we eigenlijk gelijk door naar Schiphol. We kijken er echt al weken naar uit. Omdat we echt zo erg toe zijn aan vakantie. Dus zo, ik zit nu op de grond in mijn kamer. Ik ga even de laatste dingetjes inpakken. Want ik heb net nog gedoucht. Toen had ik nog mijn haarspullen allemaal nog gebruikt. En mijn make-up en zo, zoals je ziet. Dus dat moet ik nog allemaal even in de koffer doen. En dan ga ik gewoon alles afronden hier. Hoop ik echt dat ik niks ben vergeten. Wij zijn vandaag nog even naar de stad gegaan om de laatste dingetjes te halen. We hebben al van die minis gehaald. Ik heb zelfs een boek gehaald waar ik echt heel erg blij mee ben. Dat is deze boek. Ik heb hem echt even snel gehaald. Want ik kon gewoon niet kiezen en ik had maar 5 minuten de tijd. Dus ik heb voor deze gekozen. Ik hoop echt dat het een goede boek gaat zijn. Daar heb ik deze vakantie gewoon een stuk of 5 nieuwe bikinis. Dat heb ik echt nog nooit gehad. Maar deze vakantie wel. Want ik was dus vergeten dat ik een tijdje geleden ook bij ASOS een paar bikinis had besteld. Ik kreeg van LA Sisters nog wel een bikini en een badpak. Dus ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Ja, wat ik ook echt wou zeggen. Ik ben vandaag langs de Hunkmuller gegaan. En ik wil heel graag een nieuwe strapless BH. Want ik had er wel één, best wel een goede eigenlijk. Maar als je op een gegeven moment een tijdje zelf de BH gaat dragen, dan gaan ze gewoon anders zitten. En dan moet je eigenlijk gewoon nieuwe kopen. En dat was vandaag eigenlijk een beetje het geval. Ik was dus naar de Hunkemuller gegaan. En toen bleek dus dat ik al die tijd gewoon een verkeerde cupmaat droeg. Ik droeg gewoon een veel te kleine cupmaat. Ik heb zelfs 2 maten groter dan ik zelf draag. Dat is best wel heftig. Ik schrok daar echt van. Want zij vroeg me van ja, welke maat heb jij? Toen zei ik, nou ja, ik heb deze maat. En toen gaf ze me dus 3 BH's die ik wou. En toen ging ze passen. En toen zei ze, nou, dat is helemaal niet jouw maat. Echt, het zat ook helemaal niet fijn. En toen hebben we het opgemeten. En ik kwam gewoon op 2 maten groter uit. Dus ik heb nu setjes gehaald met mijn nieuwe cupmaat. En het zit eigenlijk veel mooier en zo. Je ziet ook onder kleding, het zit echt veel mooier. Dus ik ben bang dat ik al die tijd gewoon een verkeerde cupmaat droeg. Ik heb vandaag trouwens samen met Nessie deze schoenen gehaald. Voor op het strand. En als je het water ingaat. Dat doet minder pijn. Want wij zijn dus van plan om naar watervallen te gaan in Alanya. Ik denk dat deze echt heel erg handig zou zijn. Wij worden echt oud jongens. Ik ga stuk. Hij neemt ook altijd zijn eigen shampoo mee op reis. Kan niet zonder deze. Waar ga jij heen dan? Waar ga jij heen dan? We gaan ook op reis. Bij de deur de hele tijd staan. Lila ruikt die stiks volgens mij. Stuk. Is het vuilnis met van die katten stiks erin. En zit er gewoon helemaal omheen. Hier zijn echt vies peukjes. Er zit helemaal niks meer in, hè. Viesje. Ik ben echt vies. Ik ben ook echt vies. Dus ik had toch laatst van die Adidas broekjes gekocht, omdat ik het echt heel erg fijne dingen vond. En toen had ik dus vandaag, samen met Nessie, had ik een Adidas topje erboven gekocht. Het is een crop top, maar ik dacht dat hij best wel lang zou zijn, dat je gewoon een stukje huid zou zien. Maar hij is echt super kort. Ik kan hier echt niet meer naar Schiphol. Ik vind het echt heel erg overdreven. Mimi, film eens de andere kant op. Kijk, dit is het topje. Ja, kijk, ik vind het op zich wel mooi, maar ik ga echt niet zo naar Schiphol. Ik vind het echt een beetje overdreven om zo op Schiphol rond te lopen. En ik dacht echt oprecht, toen ik hem kocht, dacht ik echt dat dit tot hier of zo kwam. Als je echt zo'n stukje huid of zo zou zien, dat zou ik niet erg vinden. Maar dit is wel, dit vind ik best heftig. Zo, ik heb me echt al 3 keer omgekleed. Ik zweet me ook echt helemaal door. Het is binnen zo benauwd. Het is gewoon 28 graden binnen. Niet normaal. Ik heb nu even een Tommy shirtje aangedaan. Echt heel erg relaxed. Ik had hiervoor een trui aan, maar ik vond het echt niet fijn. Het was best wel strak en in het vliegtuig. Ik weet hoe claustrofobisch ik ben. Dan krijg ik weer echt gewoon van die paniekaanvallen. Dan krijg ik het super warm. Dus ik ben gewoon safe voor een shirtje gegaan. En doe ik daar gewoon een vestje eroverheen of zo. Van als ik het warm krijg, dan kan ik mijn vestje uit. En als het oké is, heb ik gewoon een shirtje aan. Gewoon lekker relaxed outfit. Zo, katjes in de bakjes. En nu even naar Honey. Jongens. Nessie komt er al aanrijden. Ik sta hier met de katten. Oh, we hebben eindelijk alles in de auto. Het duurde even vandaag. Ik heb hier
kat nummer 1. Ik weet niet of jullie haar zien. Ik ga stuk. Ze heeft echt paniek. En ik heb op de achterbank kat nummer 2. We gaan nu even richting Honey. Zij gaat 10 dagen op hun passen. We hebben lekker een paar cadeautjes mee van Hon ook. Voor de moeite. Maar zij vindt het altijd heel erg leuk als de katten bij haar komen. En Marcel ook. Dus daar ben ik wel blij om. Want de meeste mensen bij wie we omgaan vinden katten echt helemaal niet leuk. Hè? Nee, dus ik ben echt blij met Hon. Laatst vroeg er iemand aan mij van... Hoe gaat het met de hond? Want ik heb haar lang niet meer gezien. Het gaat hartstikke goed met de hond, maar ja, soms ga je gewoon net iets minder met elkaar om. Oh, mijn haar is ontploft. Wij zijn aangekomen bij Schiphol. Valet parking. Pakken even onze tassen. En dan gaan we gelijk even... Wat moeten we nou eigenlijk doen? Niet inchecken, maar hoe heet het ook alweer? Gewoon voorbij de dingen gaan. Nou, voorbij de dingen voorbij gaan. De grens, voorbij de grens. Nou, let's go. Ik vind het echt zo spannend. We zijn echt lang niet meer weg geweest. Laatste reisje was denk ik in maart. Maar we zijn toch wel lang niet echt zo op een chill vakantie geweest. Laatste was Dubai toch? Ja, dat was de laatste chill vakantie. Maar in maart waren we voor het laatst naar... waar waren we naartoe gegaan? Londen zijn we gegaan. Barcelona. Ja, dat was ons laatste reisje. Wat bij Londen. Ik ben echt nog nooit zo verheugd op een vakantie naar Turkije als deze keer. Even lekker flesjes water pakken. Lekker. Zo. Nu bij Schiphol, het is hier echt zo donker. Niet normaal. Mijn mooie Nini, schattig hoor. Beetje spannend met je friends truitje, shirtje. Hij heeft vandaag ook een hoodie gekocht, hè? Met friends erop van de vrouwencollectie. H&M. Leuk hoor, Nes. Dus je collectie helemaal compleet. Ja, alleen de tatoeage nog. Ja, dat vind ik wel echt top. Lijkt me echt heel erg tof om friends tatoeage te hebben. Echt? Daar? Ik vind het eerst meer voor op je hand. Of voor op je arm. Jawel, ik heb echt gezien bij iemand. Ik vond het wel mooi. Kan wel hier zo. Ja, ik vond het echt mooi zo. Nes is net herkend. Ik wou dus... hier naartoe, Victoria's Secret. En er stond gewoon online dat die 24:07 geopend is, maar hij is gewoon gesloten. Dat vind ik wel echt zonde, want ik wil echt mijn pyjama's daar halen voor de vakantie. Nou, minder hoor. Wij zijn bij onze gate, anderhalf uur te vroeg. Dus wat we gaan doen hier is een video opnemen voor Nissim's kanaal. Leuk hè? Woehoe! Dit is echt wat hij al dagen wil, dus we gaan het maar een keer opnemen hier. Ik ben benieuwd. Hebben we het ook een keer gehad. En ik heb het echt de hele tijd zo heel erg warm, ik zweet me echt helemaal dood. En dan heb ik daarna weer heel erg koud. Ik snap helemaal niks van mijn lichaam. Doe eens een keer je ding weg, joh. Welke ding? Dit. Oh. Zo beter. Wij zijn net klaar met video opnemen. Het ging echt best wel snel, we waren binnen 10 minuutjes klaar. En we vervelen ons nogal een beetje. Dat is een beetje te zien aan Nessim hier. Die met flesjes aan het gooien is. Oh, helemaal mis. Ik ben helemaal gek. Ben je live of zo? Nee. Oh. Ik probeer gewoon de perfecte video te maken. Ik ga stukken. Nee, ik ga je ook filmen. Als het lukt, hè, echt waar. En? Nessim is dus nu live. En zijn volgers mochten bepalen wat voor snackje ik zou nemen. En dit is hem geworden. Tuk. Ik heb tuk genomen, jongens. Thanks. Ja, ik krijg echt een soort van paniek aan van het vliegtuig. Ik wil echt helemaal niet vloggen. Ik zei toch dat je nog niet moest stoppen met vloggen? Ik maar, had een verrassing. Ja. Dus ik had iets meegenomen om ons bezig te houden in de vliegtuig. Weet je wat? Ja. Je hebt er erg gemaakt. Vastlopen. Misschien win je wat. Voor een pakket. Dankjewel. Ja? Ik ga op een kras. Jongens, ik krijg echt een enorme paniek aan. Het is hier zo warm. Ja, ik wil echt een krap. Hier, voor mijn kras. Ik wil gewoon. Daar gaan we. Met die varken beginnen? Daar gaan we dan. Je moet daar 3 keer hetzelfde hebben en dat wil je doen. 4. Kom op, meer. 4 euro. 400. Oh god. 4? Ik ben een 4 euro gewonnen. Oh shit. 400. Nou, we kunnen 400 euro winnen. 20. Oh, de je laatste. Ik wil 4 of 400 zijn. Kom op. Nee. Niks. Niks. Oh.
De spaar hallo. Niks meer. Nou, dat vind ik echt stom. Er is van alles er in gaat slot. Ja. Nou. Nou. Fuck this shit. Jongens. Jammer. Dit is weer een les voor jullie. Niet kopen. Nou, toch even 2 minuten plezier op het vliegtuig. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie morgen weer. Dag.